Minister Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur onderkent dat de voorlichting voor studiefinanciering beter moet zijn. De bewindsman ging nader in op de vragen en opmerkingen van het lid Patricia Etnel over het Schankel Instituut Middelbaar Onderwijs, SMO. Het Schankel Instituut Middelbaar Onderwijs is een VOS-instituut. Wat was gebeurd? We hebben toen het schakeljaar van IMIO breder uitgewerkt tot een instituut waarbij in feite LBGO afgestudeerden en tweemaal afgewezen MULO-kandidaten wederom een kans kregen om in feite om verder in vervolgonderwijs te komen. De tarieven voor Bigisma-scoren moet ik nog mededelen. Ik kan nu geen antwoord geven wat de oude tarieven waren en wat het nu wordt. En ik wil u geruststellen, geachte lid Etnel, dat ik zeker werk aan de problemen die op glo-niveau zich voordoen met taalonderwijs. We hebben een reparatiecommissie, reeds in werk. In feite is mevrouw Marie Levens de programmanager van het geheel. En wij moeten een aantal zaken corrigeren, omdat wij, ik denk, in mindere mate rekening hebben gehouden met de belevingswereld van kinderen. Een methode is overgenomen, maar de methode is niet op voldoende wijze geadapteerd naar de Surinaamse situatie en daaraan werken we nu. En wij werken ook eraan dat alle scholen voorzien worden van de methodes die moeten zijn op de scholen. Minister Peneu zegt dat het niet de bedoeling was de ouders te verrassen met een centraal punt van betaling. Maar deze exercitie zal nog nader uitgewerkt worden door het ministerie. Peneu deelde ook mee dat hij ook de efficiëntie van leermiddelen zal aanpakken. Wat gebeurde er vroeger? We bestelden te veel terwijl scholen al voorzien waren. En we houden nu ook zeker rekening met mensen die te veel vragen aan het ministerie. En uiteindelijk kijken we om efficiënt leermiddelen aan te schaffen. Ik begrijp uw bezorgdheid, dat heeft ook zeker mijn aandacht. Kijkt u, parlement, het werkgelegenheidsaspect, ongeacht als een economie minder goed draait of een economie het best draait, is een internationaal aspect. In Europa heb je ook werkloosheid, in Amerika heb je ook werkloosheid, in Nederland heb je zelf tandartsen die niet eens werk kunnen vinden. Maar wij gaan vanuit dat onderwijs voor geen enkel student beperkt mag zijn. Iedereen moet naar vrije wil een opleiding kunnen volgen. En wij moeten uiteindelijk bekijken hoe wij het werkgelegenheidsaspect kunnen gaan verhogen. Onderwijsminister Robert Peneu, hij sprak vandaag in de Nationale Assemblée, waar hij een calculatie heeft gepresenteerd over de ouderbijdragen en de inschrijfgelden van de verschillende onderwijsinstituten in ons land.